Hashtag ITQ Dreamjob. Nieuwsgierig waar dit voor staat? Ik wel. Want wat maakt nu een baan een droombaan? Mijn naam is Ilona. Ik ben HR-manager voor ITQ. En vandaag ga ik op onderzoek uit met Michael. Om uit te zoeken wat voor hem nu die droombaan is. Michael werkt als IT-consultant in ons mooie kantoor in Leuven. Welkom. Ja. Dank u. Bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, fijn dat je in Beverwijk bent. Om maar meteen met een mooie introductievraag te beginnen. Ja. Wie ben jij als je jezelf in een paar woorden zou moeten omschrijven? Ja. Wel, ik ben dus Michael en in een paar woorden zou ik mij omschrijven als iemand die passie heeft voor technologie. Mm-hmm. En heel eager is eigenlijk om nieuwe technologie ook te leren. En zelf ben ik ook naast IT ook heel graag buiten bezig. Dus ik ga heel graag mountainbiken of met de motor rijden en nieuwe plaatsen eigenlijk ontdekken. Gewoon zonder GPS. Zonder GPS? Ja, gewoon gaan. Ja. Dat zal ook nog wel... Ja, daar kom je wel op dingen tegen, ja, inderdaad. Bijzondere plekken terechtkomen. Ja. Geweldig. Ja. En ik weet dat jij met heel veel plezier voor ons werkt. Ja. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar jouw mening. En wat maakt het werken voor ITQ zo leuk? En meer specifiek voor het team in Leuven. Ja, voor mij zijn dat denk ik een beetje twee luiken. Dus enerzijds het projectluik. Ik vind wel de projecten die ITQ doet, vind ik heel leuke. En at the edge of technology projecten. Allee, voor mezelf, zo ervaar ik dat toch. En aan de andere kant vind ik het ook heel leuk om samen met de ITQ consultants te werken. Omdat ik zo'n gevoel heb van dat we allemaal dezelfde... Ja, meer of meer cultuur hebben in de zin van dat we altijd de klant willen helpen en het beste met de klant willen voor hebben. En ik kan me daar heel hard in vinden om dat zo dan ook mee te verwezenlijken. En in Leuven vind ik het ook bijzonder leuk om te werken, omdat naast het professionele kun je ook nog altijd eens goed zeveren af en toe en mopjes maken. En leuk met de collega's gewoon rondhangen en zijn altijd ook bereid om je te helpen als je iets niet weet of zo. Vind ik geweldig. Ja. Leuk om te horen. En herkenbaar. Kom graag in Leuven. Je hebt al voor verschillende klanten gewerkt. De klant staat inderdaad voorop. Heb jij een bepaald project, als jij terugkijkt, van daar was ik echt heel trots op? Of daar heb ik een heel goed gevoel aan overgehouden? Ja. Momenteel, ik denk dat ik het meest trots ben... op een project eigenlijk in een ziekenhuis in Noorwegen. Want daar kon je echt zo zien wat dat je aan het doen was op IT-vlak. Wat dat dan betekende voor het ziekenhuis zelf en voor de patiënten of voor de dokters of zo, om die dan daarmee te helpen. En het project van mij dat ik aan het doen was vooral gebaseerd op VMware Virtualized Automation. En daar hebben we eigenlijk bepaalde zaken geautomatiseerd voor bijvoorbeeld machine learning te doen, zodat eigenlijk die onderzoeken, om de onderzoeken van dat ziekenhuis eigenlijk verder te ondersteunen, bijvoorbeeld. En daar ben ik momenteel denk ik wel het meeste trots op. Ja. Leuk. En kijkende naar de toekomst. Ja. Zijn er nog zaken waar je naar uitkijkt? Op professioneel vlak kijk ik er naar uit om meer zo meer met Kubernetes en dergelijke aan de slag te gaan, dus met Tanzu. En op persoonlijk vlak probeer ik ook zo wat mijn soft skills graag ontwikkelen. Naar het presentatie geven en daar naartoe. En dan kijk ik bijvoorbeeld in de nabije toekomst uit naar de VMUG in België, waar dat we dan ook een presentatie mogen geven vanuit ITQ uit. En dat is voor mij een eerste test of dat de presentatieskills training of zo. Zo vruchten afwerpt of niet, ja. Ik hoop van wel. Ja, alle vertrouwen in. Heel mooi. Ik heb het al verschillende keren genoemd, maar ITQ is aan het groeien. Mm-hmm. Team Leuven is daar ook een heel belangrijk onderdeel in. Ja. Die wil ook daar stappen in maken. Ja. Heb jij nog een bericht aan mogelijke toekomstige ITQ'ers? Ja, ik zou willen zeggen, als jullie echt leuke of uitdagende projecten willen doen en meer willen weten over mijn ervaring bij ITQ en ITQ Leuven, meer bepaald, voel je vrij om contact op te nemen met mij op LinkedIn. En dan kunnen we eens kijken, we een terrasje gaan drinken in Leuven of zo. En dan kunnen we kijken hoe ik jou kan helpen. Ja.